Goedemiddag, we zijn er weer live vanuit de studio's van DTV hier aan de Beter Wonenstraat. Wij hebben nieuws vanuit Nigeria. Het laatste nieuws vanuit Nigeria willen wij aan u voorhouden. Naar wat we hebben vernomen zijn de boeren weer gegaan naar het districtcommissariaat, waar ze al daar met de DC hebben gesproken. Ze hebben een petitie ingediend bij de DC. Hier heb je wat beelden van het gebeuren vandaag. Daar bij de DC. Eigenlijk geven ze aan dat ze een gesprek willen met de president van Suriname en of de vicepresident. Dat is wat ze gevraagd hebben aan de districtscommissariaat, of tenminste, sorry, aan de districtcommissaris, dat is de DC, mevrouw, hoe heet deze mevrouw alweer, de naam is die me even ontgaan, maar in ieder geval zijn ze bij de DC gegaan en ze hebben dus dan gevraagd voor een gesprek met de president en de vicepresident. We gaan nu bellen naar de mensen van Nikeri, de boeren van Nikeri, zij zullen ons de laatste updates geven over wat er allemaal gebeurt in Nikeri. En ik denk, ik hoop erg dat dit de laatste update is voor vandaag, dat we geen andere dingen krijgen. Want dan blijven we aan de gang. Ja, de districtscommissaris is mevrouw Gorbadan. Dankjewel, Leonie, voor de melding. Maar goed, we zijn weer live met Nikeri. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ja. Jullie boeren zijn nu thuis, moet ik dat zo zien? Ja, we zijn op de overkamer gekomen, ja, op het plein. En hier hebben we, zijn we gezamenlijk gekomen. In verband met dat we gisteren hadden gezegd dat we historische protestacties zullen laten plaatsvinden. Maar wat boeren hebben onderling besproken om toch de regering even te laten nadenken. We hebben de tweede petitie aangeboden aan de DC. En de inhoud van de tweede petitie is dat we vragen dat de boeren toch de 10.000 SRD per hectare zal krijgen. En dat de boeren graag willen, en dit is echt onderstreept moet worden, de boeren willen graag dat zo met de, niet met de minister van LCV willen praten, maar met de president of de vicepresident of samen tegelijk. Oké, maar waarom willen jullie met de minister van LCV praten? Want de boeren zijn niet tevreden met de voorstellingen van de, met de 60 miljoen SRD. Ja, maar de minister van LVV is de directe gesprekspartner. En jullie zeggen van, hey, we willen niet met de minister praten, we willen met de president en of de vicepresident. Waarom? Waarom niet met de minister? Kijk, de eerste persoon van het land is de president, is de vader. Hij neemt beslissingen. En het punt is, waarom wil dan de president niet met ons praten? Wij willen praten, maar waarom wil hij niet praten? Snap je, als het zo is. Dus hij moet ook een toelichting geven, want als hij iets heeft beloofd, en ja, wie geven, moet je ook toelichting geven, waarom wil je met die niet bij de boeren praten? Snap je? Dus wij willen, wij hebben hem verzocht om naar Nikeri te komen en met ons te praten. Oké, en is er een ultimatum gesteld bijvoorbeeld, wanneer verwachten jullie we hebben via de dienst aangegeven van aan te geven welke datum de president zal komen. Het kan gewoon vandaag komen, want vanuit Paramaribo met de helikopter naar Nikeri komen, duurt niet lang, een uur of zo. En de president kan aangeven, als hij geen andere afspraken heeft natuurlijk, houden we ook niet gereden. En naar Nikeri vliegen en even ons aangeven of met de auto komen en ons aangeven wat de problemen van de boeren zijn. Ja, ja. Jullie willen meer dan die 60 miljoen. Denk je dat dat gaat komen? Ja, de boeren hebben vertrouwen in de regering. De regering zal natuurlijk begrip tonen. En er zijn oplossingsmodellen worden bedacht waarom. En omdat de minister ook heeft aangegeven dat er wel 4 miljoen
US wel is bestemd voor de waterschappen en de coöperatie. Maar in de praktijk heb je helemaal niemand gezien van de waterschappen en de coöperatie. Waarom kan, dat is nog niet een prioriteit. De landbouwers hebben problemen, dat is prioriteit. Maar de coöperatie zitten enkele mensen die misschien de coöperatie beloofd sectoren. Dat is niet een belang, want er zijn genoeg sectoren bij de landbouwers om dat te realiseren. Heb je dat geld kunnen we stopzetten en de boeren uitbetalen, toch? Dat kan een oplossingmodel zijn, toch? Plus, ik heb me laten vertellen dat bijvoorbeeld bepaalde mensen opgenomen zijn bij de registratie die niet horen bij de boeren. Klopt dat? Nee, helemaal niet. We hebben vandaag allemaal geregistreerd. En allemaal hebben we de registratie kunnen hebben met CV. We hebben bijlagen daar toegevoegd in de brief en de minister kan nagaan. Oké. En we hebben ook gevraagd in de brief van inzage dat de minister zegt van dat het 30 dus hij daar is gezegd, we willen graag de inzage erop, hoeveel mensen, hoeveel heeft geregistreerd, toch? Mm-hmm. En dan willen we allemaal in de openbaar dat er verschenen moet worden. We willen allemaal van inzage waar dat geld is gegaan, waar IMF is geld gegeven. En we willen graag weten van waar dat geld is gegaan. Oké, okay, maar wil dat zeggen dat jullie dus dan niet meer op het plein gaan bivakeren? Jullie gaan nu gewoon naar huis en afwachten op het antwoord van de president? De protest is voorlopig on hold gezegd. We wachten een antwoord van de president en de DC zal ons aanmelden. Want de DC heeft net een paar mensen geroepen leiders. Dat gaat om ons zitten, maar de mensen willen we allemaal zijn leiders. En allemaal willen de DC naar ons toe komen en dat gaat. Ja, dus jullie willen gewoon, wanneer men een antwoord gaat geven, moeten ze aan jullie allemaal geven in een groep. Ja, wij allemaal zijn leden. Niemand gaat daar enkele. Het is allemaal met de hele groep met de landbouwer. We hebben dat van het begin af gesteld. Maar zullen jullie deze eis ook stellen wanneer de president komt? Want waarschijnlijk gaat de president zeggen van stuur een paar mensen. Gaan jullie ook eisen dat jullie gewoon met die groep? Nee, wij zijn de president moet baas zijn, want we zijn allemaal genamerd en we zijn geen criminelen en zo. Mm. De president kan met ons allemaal praten. Dus jullie willen dat hij met jullie dat hij komt en dat hij met jullie allemaal gaat praten in één keer? Ja, we allemaal zijn leiders. Niemand is er want de president heeft met de boeren gesproken, toch? Mm-hmm. En de boeren beloofd dat hij met de boeren praten. Ja, ja. Jullie zijn de president en of de vicepresident. Dus als de vicepresident ook alleen komt, is dat ook goed voor jullie? Wat zeg je? Jullie zeggen de president en of de vicepresident. Dus dat wil zeggen, als de vicepresident ook alleen komt, is dat ook goed voor jullie? Ja, dat is geen probleem. Oké. Okay. Als de president niet kan komen. Mm-hmm. Ja. Daar kan de vicepresident wel komen. Ja. Oké. Okay. Dus maar ik bedoel van, de president heeft belofte gedaan. En als hij zo persoonlijk komen, zou ook goed zijn, hè? Ja, ja. En dan kan hij die problemen ook meenemen. Ja, ja. Dus wat de point is dat de Rus even terug is gekomen. Jullie gaan wachten op een antwoord van de DC wanneer de president komt. De rust is niet gekomen, de boeren zijn een beetje verhit. Mm-hmm. Maar we hebben de actie onhoog genomen, zodat de president niet zegt van wanneer ze komen. Oké. Ja. Nou, dan gaan we het blijven volgen, meneer Mourahou, ja. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de update en we zullen de ontwikkelingen blijven volgen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Yes, thank you. En dat was de heer Mourahou vanuit Nikeri, de laatste update. Ze hebben de actie on hold gezet. Ze gaan dus aan wachten op de president. En als de president komt, dan willen ze dus aan gaan praten met de president. Ze willen natuurlijk geen 10.000 SRD krijgen voor een hectare. En daarvoor zullen ze dus dan gaan pleiten. Dat is de president of de president. Dus ze geven aan van beide kunnen komen of één van ze. Dus we gaan de situatie volgen. Zolang we meer updates hebben vanuit Nikeri, dan laten wij het weten. Maar voor nu is de actie on hold gezet. De boeren gaan lekkertjes naar huis. Ze wachten af op een antwoord van de DC wanneer de president
gaat komen of hij gaat komen of hij niet gaat komen. We willen niet meer praten met LVV-minister. Dus we wachten af. Dankjewel voor het willen kijken. Gerald Harderwijk voor DTV. Roberto Ormskerk is erbij. Tot later.